De regering wil beginnen met de bouw van meer studentenwoningen. Dit vertelde onderwijsminister Henry Ory eerder deze week aan journalisten. Volgens de minister wordt nu gekeken naar de wijze waarop de staat de verhoging van de huurkosten van studentenwoning van de Anton de Kom Universiteit zal subsidiëren. Wij gaan straks kijken hoe we in de ministerraad een stukje tegemoetkoming hebben. Dus het verschil in die verhoging gaat de regering maar even moeten opdraaien met een sociaal programma om die studenten even tegemoet te komen, zodat we wat rust kunnen brengen. Maar het blijft, je hebt een studentenhuisvesting, het moet geëxploiteerd worden, het moet schoongemaakt worden, elektriciteit zijn enorme kosten. En wij proberen nu een oplossing te vinden om met het sociaal programma naar het object, de student, in dit geval de doelgroep, te kijken hoe we het verschil zouden kunnen subsidiëren. Maar dat gaat niet lang duren, omdat je een overgangsperiode moet hebben om toch kostenwijs uit te komen. De minister weet dat vooral de studenten in de districten behoefte hebben aan studentenwoningen. Hij zegt dat het de staat 7,5 miljoen SRD's zal kosten om de studentenwoningen te bouwen. En ook de VOS-internaat aan de Jagannath Lasmanstraat wordt opgepakt, zodat we een bestand kunnen hebben van zeg maar 600-650 kamers. Omdat er een grote behoefte is voor kamers aan kinderen van studenten vanuit de districten vooral, om ze te huisvesten. Dus het komt goed. We gaan straks, heb ik de VP beloofd, dat wij gaan proberen na de regeringsvergadering naar de campus toe te gaan om de mensen toe te spreken. Er is geen enkele reden voor paniek en ruzie op dit ogenblik. Kortom, het komt erop neer. Er is aangekondigd om een verhoging teweeg te brengen voor de kosten. We hebben twee soorten kamers. Kamers waar studenten met z'n tweetjes verblijven en kamers waar de studenten met vier personen verblijven. En dat zijn twee verschillende bedrijven. Maar kostenwise kan je het niet meer opbrengen als organisatie. Je moet kijken naar de inkomsten en de uitgaven. Woensdag hebben vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Ory een gesprek gevoerd met ontevreden studenten over de situatie bij de studentencampus. In het bijzonder over de verhoogde tarieven. De regeringsvertegenwoordigers hebben de studenten een vervolggesprek in het vooruitzicht gesteld. Bij de ontmoeting met de studenten is dan de mededeling gedaan dat de overheid nu de helft van de huurtarieven zal subsidiëren.